was een artikel verschenen over urine langs de enkels. Dat stond erbij. Er werd daar verpleeghuiszorg neergezet, alsof het een zwart gat is waar je in verdwijnt. En wij zaten ons eigenlijk een beetje op te vreten, zo van ja, maar potverdrie, wij leveren hartstikke goede zorg en het is bij ons hartstikke gezellig. De laatste fase van je leven, maar dat kan ook anders dan zoals het nu voorgesteld wordt. Hey, je vlogelijk. Gewoon. Kom eens kijken dan, want niet alleen er gebeuren slechte dingen, maar er gebeuren ook heel veel goede dingen. Je weet dat het anders is, nu je er ook een beeld bij hebt, nu je er zelf mee gewerkt hebt. Wil je echt niet meer terug, dit werkt gewoon veel beter, veel relaxter en er is eigenlijk geen tijdsdruk en het is gemoedelijk en het is alleen maar aan te bevelen bij iedereen. Ja, het zit netjes. Kun je zien? Ja. Oh, sorry. Nee, dit ziet zo al. Ja? Ja. Nou, zullen we naar de kamer gaan? Ja, dat is goed. Ja? Gladwerk. Ja. Ja. We hebben steeds gekeken door de ogen van onze toekomstige bewoners. Van hoe zou onze bewoner hiernaar kijken? Het is niet een inrichting die waar je zelf thuis voor zou kiezen, maar gewoon door de ogen van een bewoner van, ja, voelt iemand zich hier veilig? Voelt iemand zich hier thuis? Is het gezellig? De was wordt hier thuis gedaan. Die wordt hier thuis gedaan, ja. En de mensen helpen gewoon mee met ophangen en met de was strijken. De strijkplank gaat mee naar de huiskamer met een strijkijzer. Wij zijn erbij als, om toezicht te houden, want er kan ook iemand zijn die het niet begrijpt. Ja, wat mensen zelf kunnen, dat laten we ze gewoon doen. Ja, vinden ze leuk om te doen. Wat mij heel erg opvalt is dat er veel meer eigenaarschap is. Mensen voelen zich veel verantwoordelijker voor hun bewoners, voor hun team, voor het huishouden wat ze draaien en houden. Het komt de bewoners een stuk goeder. Als jij je verantwoordelijk voelt voor iets, dan ga je daar ook beter voor zorgen. Het deksel. Het voelt voor mij alsof dit mijn tweede huis is. Dus ik zorg hier net zo goed voor als dat ik thuis voor mijn huis zorg. Dat maakt dat ik hier ook zorg dat het opgeruimd is. En soms is het een chaos, maar soms is het ook gewoon opgeruimd. Net zoals dat het bij ons thuis ook is. Maar de hoofdmoot is wel van, ik wil dat de boel hier goed draait. En ik voel me hier ook thuis, waardoor ik ook dat thuisgevoel aan de bewoners kan overdragen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dit mijn tweede huis is. Dus je voelt je verantwoordelijk voor de toko, zeg maar. Ik word er gelukkig van als ik op deze manier kan werken. Ik merk dat de bewoners er ook gelukkiger van worden. 50. Nee, 60. 60. Niet meer. Ja. Klopt. Ik heb nog nooit thuis gekocht. Ik heb alles altijd zelf gemaakt. Ik kom uit een gezin van 14 kinderen. Moest je wel waar. Ga jij dingen wel hier zijn? Ja hoor. Een beetje harder zijn daar. Je duurt nog niks. Het werk is niet anders als bij de buren en waar dan ook. Ik bedoel, de zorg is hetzelfde. Alleen hoe die zorg is ingericht is wel anders. We hebben geen managers meer. We hebben één manager en dat is de directeur. En daar staan we dus ook direct onder. Wij mogen dus echt heel veel zelf beslissen. Dus als er vanavond bloemkool op het menu staat en de bewoners die zeggen ook van, nou, ik heb al zo lang geen patat gehad, dan gaan we patat halen of Chinees. Want we hebben een eigen huishoudbudget en daar kunnen we dus zelf mee kiezen wat we daarmee doen. Ik denk
denk dat bijna elke zorgmedewerker wel zo wil werken zoals wij werken. Want ja, het is gewoon hartstikke leuk om zo te werken. Alleen ja, de bestuurders meekrijgen, dat is een hele leuke uitdaging. Ja. Je gaat ervoor en ga in gesprek, dan denk ik dat je een heel eind komt. Nou, dat was het. Zullen we vanavond warm krijgen?